Ik ben Iris Milene, presentatrice en vandaag ben ik lifecoach voor NC's Winterboek. Ik heb wat vragen binnengekregen. Het liefst speel ik elke dag spelletjes, maar niemand in mijn omgeving wil meedoen. Hoe krijgen ze het toch zover? Super herkenbaar voor mij, want het liefst als ik met vrienden ben, dan wil ik gewoon elke dag spelletjes doen. Maar niet iedereen heeft daar zin in. Mijn tactiek is dat ik ervoor zorg dat iedereen gewoon een beetje gedronken heeft. En dan slijt ik hem zo erin. Oh, trouwens, iemand spelletje? Heel terloops. Ik schreeuw zo hard tijdens 30 seconds dat mijn kinderen er wakker van worden. Hoe kan ik dit veranderen? Het schijnt dat kinderen na 20 minuten in een hele diepe slaap gaan. Dus dat is je moment om lekker los te gaan tijdens 30 seconds en keihard te schreeuwen. Niks mis mee. Een beetje fanatisme. Daar hou ik wel van. Wacht even tot ze diep slapen. Dat is ook heel leuk. Ik kan het vals spelen niet laten als ik dreig te verliezen. Hoe kom ik hier vanaf? Moeilijk, want vals spelen is iets wat ik echt niet kan. Ik denk dat ik het vroeger heb geprobeerd omdat het gruwelijk misging. Zorg gewoon dat je snel verliest en dat je gewoon snel weer een revanche kan nemen. Weet je? Doe het gewoon op die manier. Gewoon meer spelletjes. Toch? Win-win. Dat zou ik doen.